Valentijnsdag. De dag die in het teken staat van de liefde. Waarbij je elkaar net wat vaker vasthoudt en natuurlijk wensen. Hier heb ik er een heleboel. Deze zijn in de afgelopen 2 weken bij elkaar verzameld door gasten van Thermo. En eentje hiervan gaan wij vandaag in vervulling laten komen. En dat is die van Linda. En dit is er! Linda, je hebt het gehaald, je bent er. Ja, wat goed. Heerlijk. Wij gaan jouw wens in vervulling laten komen. Ja. En het is niet jouw wens, hè? Je hebt het gewenst voor iemand anders. Ja. Voor jouw man. Ja. Maar wat was jouw wens? Nou, mijn wens was dat mijn man ook eindelijk eens een keer een dagje gewoon even relaxen kan. En even geen zorgen hoeft te maken om de zaken. Even zonder zorgen gewoon lekker kan relaxen. Dus. En dat gaan wij verzorgen, hè? Ja, vind ik super. En hij weet nog van niks. Nee. Kan hem ophalen. Ja. En dat gaan we natuurlijk doen in stijl. Voilà. Nou, super. Onze eigen Thermo Buslo Limo. Kijk, stap lekker in. Dankjewel. Ledematen binnenboord als ja, alles. Oké. Daar gaan we. Ik heb hem hier bij me. Dit. Is jouw wens? Ja. Dat wij samen eens fijn kunnen ontspannen en even nergens over hoeven te denken. Hij zit altijd met de zaak. He, alles moet goed geregeld zijn. De klanten moeten goed behandeld wat worden. Wat voor werk doet hij? We hebben een oud ijzer- en metaalrecyclingbedrijf. Okay, dus hij is heel veel aan het werk. Hij is eigenlijk alleen maar aan het werk. Dus ik ben inderdaad zelf ook heel benieuwd hoe hij gaat reageren. En nu zou dit het huis moeten zijn waar Piet, de man van Linda, totaal geen idee heeft wat we komen doen. Het zou het zijn dat Piet er gewoon helemaal niet is. Hallo! Hey. Jij moet Piet zijn. Ik ben Piet, ja. Ik ben Cas. Kijk, jij zal wel afvragen wat kom jij hier. Ja, ik denk wat gebeurt als je in één keer een dikke limo aankomen rijden op de camera. Ik denk, hé. Ja, die is voor jou. Oh, nou, dat is wel heel erg. Zullen we even met me meelopen? Ja, ik ga met je mee. Super. We hebben dus een kleine verrassing. Je weet wat we dachten vandaag. Ja, het is Valentijnsdag natuurlijk. En, dus het heeft iets te maken met jullie. En jouw grote liefde. Ja. Wie heeft iets voor jou gedaan? Kijk, zie, ik bedoel maar, ja, dat is toch wel heel erg. Laat hem even naartoe. Ik was net naar Gerrit toe gelopen en één keer zie ik die auto aankomen en denk, wat gebeurt hier dan? Oh. Ja, wat is dat aan de hand dan? Dan denk ik, dikke limo voor de deur. Hey. Dat is echt een mooie verrassing. Yes. Super, super, super gaaf. Cadeautje voor jou? Ja, prachtig. Wat vind je ervan? Ja, dat is echt, te gek, zeg maar. Ja, ik denk, je moet wel op tijd klaar zijn met werk. Ik denk, ja, wat gaat er gebeuren? Ja, dat zie je allemaal nog wel. Ja. Dan staat dit voor je deur. Ja, nou, dat is echt een verrassing. En een mooie verrassing is ook nog dat eigenlijk je spullen zijn allemaal al gepakt. En, ja, alles is ook, al kan en kruiken. Vanavond ook niet meer terug. Nee, nou, helemaal gaaf. Heerlijk. Dus ik zou zeggen, stap lekker in. Gaan en we dan, doen. Super. Zien we jullie daar weer. Ja, helemaal mooi. Dank je. Ik had wel een donkerbruin vermoeden. Er is iets voor Valentijn misschien of iets anders. Maar dit had ik natuurlijk nooit verwacht. Dit is gewoon echt super, super gaaf. Dit kan ik alleen maar over zeggen van, ja. Dat is goed geregeld. Hallo! Hi! Heb je het allemaal een beetje kunnen laten bezinken? Jazeker. Okay. Toch wel even een, goede indruk hoor. Wij gaan lekker naar binnen. Ik neem jullie mee. Dank je. Ik ga jullie overhandigen aan mijn lieve collega Iris. Goedemiddag, welkom. Dankjewel, dankjewel. Die gaat jullie even alles uitleggen wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, geweldig. En ik heb nog iets voor jou ook. Oké. Okay. Dat is natuurlijk ook Valentijn. Ja, natuurlijk ook Valentijn, ja zeker. Dat ook nog kunnen verrassen met Valentijn natuurlijk. Ja, geweldig. Dat, dat jullie allemaal. Dankjewel. Ja. Heel erg veel plezier. Geniet ja, ervan. Ja, komt zeker goed. Kom lekker tot rust. Dat gaan we zeker doen. En, dat komt helemaal goed. Ik hoor graag hoe jullie het gehad hebben. Nou, Piet en Linda gaan lekker genieten. Ik hoop dat jullie ook allemaal een ontspannen Valentijn hebben gehad. En tot ziens bij Thermo Buslo.